review vinden. Hoe is het daar? Hier is het goed. Mooi, mooi. Volgende. Wat zit er onder het doosje? En nog een keer de volgende. Wat heeft ons Achmedje opgestuurd? Ik ben vreselijk benieuwd. Zeker zo net voor het weekend. Wat hebben we er een beetje zin in? Het schijnt mooi weer te worden. En we mogen van 12 tot 6 zuipen op het terras. Yes! Chips. En niet zomaar chips, maar chips van de HEMA. En ik kan jullie wat vertellen. Ik ben gek op de HEMA. Ik vind de HEMA een leuke winkel. Je kan er handige spulletjes kopen. En je kan ook best lekkere dingetjes kopen. Wat ik nog nooit heb gekocht is chips. Want waarom zou ik chips bij de HEMA kopen? Oh, dit is Organic Sea Salt Tricolore Chips. Wat een gedoe. Orange and Purple Sweet Potato en gewone potato. Organic Pesto Flavor Chips. Vegetable Chips. Sweet Potato, Parsnip en Beetroot. Nu moet ik eerlijk zeggen dat ik... Beetroot is een bietje. Een sweet potato is een zoete aardappel. Maar wat in de hel is een parsnip? Even opzoeken. Oh, wacht. Ik zie het al. Dat is een... God, hoe heet die dingen? Ha! Ik weet het. Dat is een... Ik maak er wel een... Oh, ik maak er wel een lekker pureetje van. Dat is een... God, hoe heet het? Hoe heet dat nou? Pastinaak. Maar goed, waarom ik hier pastinaak chips zou moeten eten, mag God weten. Enfin, hele moeilijke chips van moeilijke aardappels en moeilijke groenten. En deze is nog een beetje hip ook, met lekker pesto, organic. Laten we eens even gaan proeven, want dat is het belangrijkste bij Jan's Reviews, is dit. Ja. Pesto flavor chips. Het ruikt. Terwijl ik de zak openmaak. Niet naar pesto, maar naar zout chips. De chips zien niet groen. Oh, kijk. Er zitten hele kleine groene blaadjes erop. Beetje, dat moet basilicum zijn, als het goed is. Daar maak ik er pesto van. Even kijken. Ja. Aardappelchips met pesto smaak. 0,55% basilicum. Lekker ruim. Maar hoe is de chips? Wat voor je. De chips is een beetje saai. Kijk, ik maak mijn pesto zelf, want ik ben een beetje een, laten we zeggen, een connoisseur. Hè? Pecorino kaas, basilicum, pijnboompitjes, noem maar op. Olijfolie, peper, zout. Dan krijg je pesto. Dat kan je heel lekker bij je pasta doen. Deze chip kan je niet lekker bij je pasta doen. Omdat chips is. Maar het smaakt over geen meter naar pesto. En trouwens, het is een hele dun gesneden chips. Dus het is ook zo weg. En het smaakt naar... Een beetje naar zout. En een beetje naar peper. Meer is het niet. Het helemaal organic en met pesto. Werkelijk. Geen ene reet aan. Nou, de pesto, de organic pesto hippe shit chips van de HEMA was een tegenvaller. Gaan we maar gelijk door naar de hippe gekleurde aardappelen. Dat is domme. Drie kleuren, orange, purple en rode. Dit is de orange. Dit is de gewone. Die orange is gemaakt van sweet potato. Dus die smaakt anders dan de gewone aardappel. Bon. Hij is lekker dik gesneden. Lekker aan de kant. Gewoon met een beetje zout, neem ik aan. Ja, zeezo. Die paarse. Het
Proeven. Eigenlijk gewoon aardappel. Dat is gewoon een normaal aardappelsmaak. Die paarse. Ook zoete aardappelen. Dus ze smaken hetzelfde als die oranje. En dit zijn de gewone. Het zijn gewoon chips. Zoute chips. Deze chips. Maakt mij blij. De vraag die je moet stellen. Wat is nou het verschil tussen een zak zoute chips en deze chips? Behalve dan dat dit tricolore is. Drie kleuren. Is dat het verschil met twee kleurtjes? En het andere op is, nee. De smaak is heel anders. De structuur van die zoete aardappel is anders dan de gewone aardappel. En de paarse is ook gewoon weer, ondanks dat het ook een zoete aardappel is, iets anders van smaak dan die oranje. Ik vind dit gewoon hele lekkere chips. Die vleeszak die propt alles in zijn bakkers. Die wordt overal blij van. En de antwoord daarop is nee. Want weet je dat ik maar één soort chips koop? Ja, een beetje autistisch misschien. Maar ik koop alleen maar superchips naturel. Oftewel zoute chips. Ik vind paprika, wat eigenlijk daarna de twee, ik denk de meest gegeten chips is van de wereld. In ieder geval Nederland. Vind ik eigenlijk wel een beetje te exotisch. Dus ik heb het liefste gewoon zoute chips. Meer niet. En dat zal wel passen in mijn lijn van gewoon bier. Geen opsmuk, geen smaakjes. Misschien is het gewoon omdat ik truttig ben. Maar het gaat even niet over. Het gaat over deze zakjes. Nu gaan we naar een heel ander soort chips. Namelijk chips die niet van aardappel gemaakt is. Nou ja, eentje wel. Van sweet potato. Hebben we hier al in geproefd. Die top. Maar ook van biet en pastinaak. Nu in één keer. Laten we proeven. Dit is dus een pastinaakchip. Ja, ik weet niet, hoe moet je ze even zien, joh. Het lijkt wel gebakken schoolfilet, zo groot. Ha. Ik hou van de smaak van pastinaak. Het is een knol. Het is een knolgewas, als je mij vraagt. En het heeft een hele leuke, bijzondere smaak. Ze noemen dat een vergeten groente, maar je kunt het overal kopen. Maak eens een pureetje met die dingen. Dat is lekker hoor. De zoete aardappel zal uit dezelfde token komen als de zoete aardappel hierin. Kijk op. De pastinaak goed gekeurd. De zoete aardappel goed gekeurd. De biet. Lekker. Bieten heeft een heerlijke grondsmaak. En zelfs in bietenchips, wat gezout is, geeft het die grondsmaak. Een pastinaakje om het af te leren. Ook top. Ik krijg wel eens mailtjes van, Jan, nu loopt alles af te zeiken. Dat is dus niet helemaal niet waar. Ik loop maar één ding af te zeiken. Dat is deze slaphap organic pesto chips. Bij de HEMA, nog duur ook, vergeleken met de andere zakken chips. En het is niet te bunkeren. Het heeft niks met basilicum te maken, het heeft niks met pesto te maken. De chips is vervelend dun gesneden. Het enige wat je proeft is een beetje zout en een beetje peper. En daar kopen we dus niet een zak met een smaakje voor. Die krijgt van mij dus gewoon een 4. Ja, we waren al bij de cijfertjes. Ja, sorry. De tricolore chips, ik zal hem even openmaken, ik zag het niet. De tricolore chips is hartstikke lekker. En dat heeft voornamelijk te maken met de oranje zoete aardappel die heel dik gesneden is. Groot, hard gefrituurd. Gewoon chipje is gewoon prima. En de paarse zoete aardappel is ook smaakvol. Ik wil even vertellen, ik vind dit gewoon echt serieus lekker. Die krijgt van mij een 8. Krijgt de groentechips dan een nog hoger cijfer dan. Ben je nou van je geloof gevallen dat je groentechips zit aan te prijzen? Maar het antwoord daarop is ja. De groentechips van de HEMA. Het enige wat je over te zeuren valt is dat er een beetje weinig biet in zit, omdat ik dat super lekker vind. De groentechips van de HEMA krijgt mij een 9. Een 9 voor een zak groentechips. Het is zojuist gebeurd.
Deze moet je nu even halen. Je moet even naar de Hema, dan moet je de... En deze zal ik ook even halen. En ik ga deze even lekker laten liggen. Dit is echt... Wel, even een minuutje of vijf. Die zakken chips leggen, bunkers. Ja, come on.